Met deze ludieke video en grootse presentatie in het Philipsstadion maakte PSV vorig jaar winter de komst van Maxi Romero wereldkundig. Er was een ster in Eindhoven gearriveerd. Althans, dat was de gedachte. Nu, 12 maanden verder, staat de teller van de Argentijn op 9 eredivisieminuten, 11 minuten in de Champions League en 7 wedstrijden namens jong PSV. Niet bepaald cijfers die passen bij een topaankoop. Waar ging het mis? We vragen het PSV-watcher Marco Timmer. Nou, als je dan kijkt en terugblikt, dan zie je gewoon dat die jongen eigenlijk een jaar geleden, in november, zijn laatste wedstrijd had gespeeld voordat hij bij PSV kwam in januari. Hij was al iets geblesseerd, kwam bij PSV. Ja, kon zien dat hij gewoon te weinig had gedaan. Volgens wat mensen die ik gesproken heb, was hij ook te zwaar, een aantal kilo's. Toch heb ik wel in Orlando tijdens het trainingskamp gezien wat zijn potentie zou kunnen zijn. Bij een afwerkvorm waarin hij geblesseerd raakte, wat het vertrekpunt was voor alle ellende, schoot hij de ballen met links en rechts en het hoofd knalde hij ze in het doel. En dat was ja, toch wel een kleine glimp van wat dan zijn klasse zou moeten verraden. Ja, daarna is het bergafwaarts gegaan. Is hij te snel teruggekeerd een paar keer, heeft hij terugslag gehad. En de vraag moet gesteld worden van, is dat dan een verkeerde diagnose geweest? Of heeft deze jongen zichzelf en de club een beetje voor de gek gehouden door te zeggen dat hij weer fit was? Maar feit is gewoon dat hij een aantal terugslagen heeft gehad met zijn bovenbeenblessure. Ja, en daarna heeft hij geen seconde kunnen spelen afgelopen seizoen. Hij zag zijn ploegmaats kampioen worden en hij heeft niks kunnen betekenen. In de zomer heeft PSV de fysiek trainer Egid Kiso naar Argentinië gestuurd om te monitoren hoe Romero zijn programma afwerkte. Hij heeft een programma meegekregen. Nou, hij was fit, zag er goed uit. Ja, en uiteindelijk in Verbier heeft hij een half uurtje tijdens de voorbereiding kunnen spelen. En dan ging het eigenlijk weer mis. En uiteindelijk heeft Van Bommel besloten van, nu haal ik hem eruit. Hij was het zat dat het fit was. Een paar dagen terug, weer een week eruit, weer een paar dagen terug, 10 dagen eruit. Ja, dat was een beetje pap en nat houden. Vanaf het moment dat Van Bommel hem eruit heeft gehaald en hij heeft alleen maar individueel getraind, een tijd lang, is het beter gegaan. En je ziet ook gewoon aan zijn gezicht en aan zijn lichaam dat hij wat afgetrainder is, dat hij fitter is. Hij heeft zijn eerste doelpunt gemaakt voor jong PSV, heeft 11 minuten mogen spelen tegen Barcelona. Ja, nu komt hij er langzaam aan, maar het is ook wel duidelijk dat hij nog qua data niet kan overleggen wat bijvoorbeeld Luc de Jong, Bergwijn, Lozano, dat soort aanvallers brengen. Dus hij zal nog een stap omhoog moeten doen. Maar dit is een jonge jongen, 19 jaar, net vader geworden, ver van huis. Eerste jaar in het buitenland, ik moet hem even de tijd geven. Hij heeft ook niet voor niets een contract voor 5 jaar. Maar dat er wat anders moet. En dat is, in zijn denkwijze is dat nu ook wel, heeft dat ook wel post gevat. Hij heeft ook gesproken met bijvoorbeeld Max Caldas, de hockeycoach, de Argentijn. Die hem duidelijk heeft gemaakt dat ze hier in Europa veel eisender zijn dan alleen in Argentinië, waar je een goal moet maken en verder niks. Je moet hier toch meer doen en dat is bij hem denk ik nu wel duidelijk. Is het ook zo dat PSV misschien het komend half jaar gaat aangrijpen om hem klaar te stomen om Luc de Jong straks echt te gaan vervangen? Is dat nu de focus? Nou ja, dat is dus een beetje de vraag, want misschien nog wel ja, wat erger dan zijn blessures is toch ook wel een klein beetje de twijfel die er is over de uiteindelijke kwaliteiten van Romero. En dat is misschien logisch, want hij heeft nog niet veel kunnen laten zien. Maar het is aan deze jongen zelf om die twijfels aan fladder te schieten. Eerst met minuten, daarna met doelpunten, goede instelling, goed afgetraind en fit blijven. Ja, dat moet hij zelf laten zien. En vooralsnog is hij nog niet zo ver en dan heeft Van Bommel de lastige taak om een antwoord te geven op de vraag. Als stel dat Luc de Jong vertrekt, hè, wat niet onmogelijk is, want hij is topscorer. Kan hij dan met Romero en Sam Lammers de Eredivisie in? Ja, dat is een lastige vraag en ja, daar moet Van Bommel antwoord op geven.